De Brown Paper Company is een van de bedrijven die al langere tijd werkt met leefstijl in beeld. Aan de hand van deze online vragenlijst gaan medewerkers elk kwartaal met hun leidinggevende in gesprek. Kun je je ontspannen? Voel je je fit? Hoe is de balans werk-privé? En op welke terreinen zou je je fysieke en mentale conditie heel concreet willen verbeteren? Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik per dag te weinig beweeg. Er zijn dagen bij dat ik sport en dan beweeg je natuurlijk voldoende. Maar er zijn dagen bij dat ik ook naar mijn werk rijd en dan beweeg ik niet voldoende. En dat zijn we gaan inbouwen door bijvoorbeeld mijn auto verderop te parkeren. Zodat ik elke dag toch 10 minuten loop naar mijn werk. Wat ik het goede vind van de tool, is dat het op een hele neutrale manier mensen in staat stelt om inzicht te krijgen in hun eigen leefstijl. En daar zelf acties op te formuleren. Het is dus hun tool, niet die van de leidinggevende of het bedrijf. Doordat je de hele dag je fitter voelt, kan je beter presteren en gewoon op een hoger niveau zitten, een betere concentratie en gewoon meer gedaan krijgen op een dag. Doordat je jezelf ook cijfers moet geven, maakt het gesprek concreter en ook meer gericht op actie en op vooruitgang en op oplossingen. Hier zie je gelijk waarom die vraag gesteld wordt, hoe je er zelf in zit en wat de invloed voor je gezondheid eventueel kan zijn, ook mentaal. Wat ik zag bij Babs is dat de tool haar inzicht heeft gegeven in een aantal patronen die ze had ontwikkeld die gewoon niet goed zijn voor haar. De tool stelt haar in staat om haar leefstijl te verbeteren. En niet één keer, nee, ieder kwartaal en in de tussentijd soms ook. We hebben ook soms acties die zij binnen een week of twee oppakt. Noteren we gewoon eventjes een 10-minuten gesprekje. Joh, hoe gaat het nu met die actie? Je zou hem deze week gereed hebben. En als ze die dan af heeft, ja, het is gewoon weer een winmomentje. Dat is weer, we zijn goed bezig met elkaar. Dat is heel erg leuk. Leefstijl in beeld is ook onderscheidend omdat het een op maat in te richten instrument is. We kijken samen met medewerkers welke thema's er van invloed zijn op je mentale en fysieke fitheid. Voor een productiebedrijf, mensen die achter de lopende band staan, is dat anders dan bij een bank of bij een bedrijf waar wat hoger opgeleide mensen werken. En dat is heel erg belangrijk om aansluiting te vinden zodat het ook gaat werken. Zodat mensen het gebruiken en blijven gebruiken. Dat het op deze manier echt in de organisatie een thema wordt waar we het over gaan hebben in de toekomst. Als je gezond leeft, haal je meer ook uit het leven zelf. En je bent in staat om je dromen na te streven. En het zijn niet alleen bedrijfsdromen of waarom je bij je bedrijf werkt. Het is ook waarom je een gezin hebt. Het is ook waarom je hobby's doet. Ja, gezond willen zijn is erg belangrijk. En leefstijl ondersteunt dat.